Ja, afgelopen zaterdag leek het tot aan de rust een gelijk opgaande wedstrijd te zijn, maar in derde kwart ging het op een gegeven moment heel snel. Ja, we waren, de thee was niet goed voor ons, zeg maar. Dus daarna ging het echt als een raket naar beneden. Keihard. Ja, vanavond tegen Den Helder. Gezien de plek op de ranglijst, kan dit misschien gezien worden als een van de laatste strohalmen richting de play-offs? Nee. We hebben nog genoeg kansen, denk ik. We spelen nog tegen Ares, we spelen nog Rotterdam, krijgen we nog een keer hier. We krijgen nog genoeg weert uit. We krijgen nog genoeg, iedereen moet nog tegen elkaar spelen. Dus er ligt nog van alles open, maar ik vind thuis moeten we gewoon winnen. En vandaag winnen zou mooi zijn en zaterdag moeten we in ieder geval ook alweer een puikenpot spelen tegen Groningen. Dus maar we spelen thuis, dus we moeten winnen gewoon. Hey, Jesse Marks is wel weer terug in de selectie. Is er een kans dat we vandaag compleet spelen? Dexter is er weer ook. Die heb gisteren de afgelopen 2 dagen meegetraind. Maar Max is natuurlijk nu weer geblesseerd. Dus die heeft een scooterongeluk gehad. Of aangereden door een auto. Dus die is even uit. Maar we moeten het doen met de jongens die er zijn. En wie dat is, dat zien we vanavond wel. Ja, wie weet wat er gaat komen. Dankjewel.